Het Kerkplein, daar staan we hier. En dat is voor mij een bijzondere plek in Woerden. Om twee redenen. De allereerste is omdat we hier... Hier is het begin van Woerden. Hier zijn de Romeinen ooit begonnen met een fort te bouwen. En van daaruit is Woerden gegroeid. Dus hier hebben we het allereerste begin van Woerden. En daarnaast is het voor mij heel speciaal omdat we hier hebben laten zien... dat we bereid waren als stad om te zeggen, we gaan onszelf heruitvinden. We hebben ons niet neergelegd bij wat hier in Woerden was. Allemaal oude bebouwing, dat waren verpauperde panden. Iemand had hier de ballen en het vergezicht om te zeggen, we gaan Woerden op een nieuwe manier inrichten. En daar is een prachtig plein uit voortgekomen. En of dit nou echt het kloppende hart is van Woerden, dat is de grote vraag. Maar dat dit een speciale plek is voor mij met extra waarde, absoluut 100%. Omdat hier het begin is van Woerden, maar vooral ook omdat hier het vervolg is van Woerden. We staan op een van de hoogste punten van het Groene Hart, midden in Nederland. We staan op de Peterskerk in Woerden. Mijn stad, stad van vele mensen. Met een waanzinnig uitzicht. En het is ook nog zo ontzettend helder, dat je gewoon echt Rotterdam kan zien liggen in de verte. Ja, je beseft enorm hoe klein Nederland is, maar ook hoe verschrikkelijk mooi Nederland is. Want als wij nou naar de andere kant gaan, kunnen wij Utrecht gewoon heel erg goed zien. Kunnen we zo met het blote oog. En dat is bij heldere dagen en het is nu echt heel erg helder. Dus, maar ik word hier. Weet je wat het is? Ja, als je hier zo staat, dan voel je je gewoon aan de ene kant als een vogel. Je kijkt overal over uit. En aan de andere kant voel je je heel nietig. Wij zijn met z'n allen maar speldenknopjes op de wereld. En wij kunnen nu ongeveer, denk ik, in een omtrek van... Nou, ik denk dat we 30, 40 kilometer kunnen kijken. De schilderijen van Leo van Gestel, die zijn nu te zien overal en hangen aan panden. In de vorm van doeken en in de vorm van emaille platen. Daar heeft Hans van Ommeren heel veel mee gedaan. En een hele groep andere mensen ook nog. Wat ik hier ook altijd vind, hè? Staat hij nog aan? Ja. Weet je wat ik hier ook altijd vind? Is een soort rust. Als we hier boven staan. Dat je letterlijk en figuurlijk boven alles staat. Even. En eigenlijk even een soort helikopterviewtje hebt. Dat is zo mooi. Maar ook naar jezelf. En denk ja. We'll be right back.
Ja, nou goed, hier begint de tour bij de Nelson Mandela brug, de nieuwste brug van Woerden. En daar hebben ze dan nu ook nog een wandelbrugje. Eigenlijk is dat de nieuwste brug, maar die telt niet echt, dan kan je alleen maar overheen lopen. En dan ga je hier naar misschien wel een van de oudste stukken van Woerden, dat weet bijna niemand. Maar dat ligt hier onder water. Er ligt hier een oude sluis. Deze blokken, dat zijn echt de oude sluiswanden. En die zijn echt al eeuwen oud. Ja, het is heel leuk dat stukje mochten ze dus ook echt niet aankomen bij de verbouwing van Woerden. Ondertussen varen we langs de Woerdie, natuurlijk het jaarlijkse evenement. De Woerdie staat er al voor iets. Ik vond het in het begin een heel stom ding, stom eend. En inmiddels is heel Woerden van Woerdie gaan houden. Dat is wel leuk, dat heeft wel wat. Dan moet je je voorstellen dat je vroeger vanuit Utrecht kwam met de boot. Toen waren de boten, of de vaarwegen drukker dan de autowegen, zeg maar. Of de autowegen, de paard- en wagenwegen. En dan had Woerden wel echt een stadsaangezicht. En dat vind ik mooi, dat nog op die manier wel zichtbaar is gebleven. Daar hou ik van. Beetje zo'n mischief en dan toch gewoon, hij doet wel zijn ding en daar hou ik van. Originals. Vind ik mooi. Ja, authentiek zijn, dat is eigenlijk nog wel belangrijker dan origineel zijn. Ja, dit fantastische bouwwerk, ik mag daar wel wat spottend over zijn, is geschonken door de gemeente toen de Harmelen, Zegveld, Kamerik bij Woerden werden gevoegd. Dat zijn de drie. Uitstulpingen naast de grote uitstulping. Dit was de oude uitspanning. Hier stond iedereen met zijn paard en wagen buiten de stadsgrenzen. Ja, het staat hier nu anno 1859, maar op deze plek heeft al sinds de middeleeuwen een kroeg gestaan. Het zou wel leuk zijn ergens als dat er nu weer was. Maar er zit nog steeds een horecavergunning op ofzo. Dat schijnt dan een eeuwigdurende te zijn vanwege de historie. Dat is wel leuk. Daarom bijvoorbeeld ook zou ik het erg leuk vinden om die Rijnstraat terug te brengen. Woerden moet gewoon ook daarin het winkelen weer nog naar een hoger plan tillen. En zo'n mooie gracht in het midden van de winkelstraat, dat trekt misschien wel buitenlandse bezoekers zelfs. Dat kan Woerden best hebben. Woerden is een mooie historische stad met veel historische plekken. En daar moeten we echt mee te koop lopen. Want en ik zelf, dat meer in dat soort vergaderingen ook gezegd, niet alleen die Romeinse geschiedenis. Er is nog veel meer geschiedenis. Het kasteel, de molen en nu dan het stadshotel, maar vroeger het arsenaal. Er zijn eigenlijk bijna altijd onderbelichte gebouwen geweest. Dan gaan we de Romeinen opgraven. Dat is voor heel veel mensen veel minder aansprekende geschiedenis. En hij voerde ook nog eens een keer een veel jongere geschiedenis. Bijvoorbeeld met de Ambonezen die in het kazerne hebben geleefd. En met een aantal families, best een hoop mensen bij elkaar. En dan hebben we het nu over asielzoekers. Ja, dat gebeurde toen. Woerden was een hele warme plek om te worden opgevangen. Dat zie je ook. De Ambonese gemeenschap is hier blijven hangen. En vind ik heel mooi dat. En ik geloof nog steeds dat Woerden daar een warm hart in heeft. We krijgen die waarschijnlijk binnenkort ook. Ik denk dat er plaats voor is bij ons in dat warme, groene, kloppende hart. Dat lijkt me wel heel leuk. Ja. Het zat in mijn kop. Ik droomde er mijn hele leven van. Alsof alles samenkomt in één moment. Ik durf het haast niet te geloven dat we hier nu samen staan. Jij en ik en de maan. Ik gaf het niet op, al zijn we onze eigen weg gegaan.
En al leek het vaak of ik jou voor goed verloor. Toch staan we hier vanavond, alsof er nooit iets anders heeft bestaan. Jij en ik en de maan.